weer bij een nieuwe video. Vandaag zitten we weer in de auto. En dit keer heeft het wel een beetje met sport te maken, maar geen wedstrijd of training. Vandaag zijn we namelijk uitgenodigd om in Eindhoven te komen. Want zoals jullie waarschijnlijk wel weten nog van de uitzending van Paul Pakt Uit. Mogen zwembakken uitzoeken in Eindhoven. Nou, dat gaat dus vandaag gebeuren. En vandaag hebben we ook nog de meet and greet met Ferry. Ferry Weerman. En ja, dus ik heb wel heel veel zin in. Heb jij er ook veel zin in? Ja, zeker. Dus nou, het is nog ongeveer een uurtje rijden en dan zijn we er. Ah. Hoi, we zijn nu bij het Pieter van Hoogwans stadion. Ik weet niet of ik het kan zien, maar het staat daar zo. Daar. Ja. Nou, en we hebben er heel veel zin in. Ja, dus let's go! Hey! Ja. Ja. Kijk naar de training van Ferry Weerman en we hebben nu net al gezien van, nou ja, in het water. Het ziet er heel gaaf uit, dus wij gaan nu verder kijken. Thank you.
Dank je wel. Alleen. Ja. 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 Die voor mij, hè? Nee. Nee. Ja, dat is wel een geluidje. Ja, dank je wel. Ik ben naar de studio gekomen. Toen vlogen we naar Singapore. Ja, dat is heel gaaf natuurlijk. Ja. 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 Dat zou je willen doen. Ze hebben goed afgekeken. Ja. Heb ik training gekregen. Dus, ja, dat gaan we vanavond doen. Vanavond mogen we hem zelf stemmen. Ja, dat is voor ouders, ja. Hoe doe je dat in het open water zwemmen met de armen? En toch door zonder dat je echt moet. Nou ja, het hangt sowieso vanaf de verschillende soorten golven, zeg maar. Of dat ze best wel hoog zijn, dan ga je veel meer. Zwem je gewoon een stukje omhoog naar beneden, zeg maar. Dan heb je niet zoveel last van. Zoals in Nederland, als je bij IJsselmeer gaat zwemmen, bijvoorbeeld ook in die kleine golfjes. Ja, dan ga je al snel gewoon wat meer een gestrekte arm overhalen, zodat je net iets hoger komt met je handen. En dan vind ik vooral altijd naar voren kijken. Kan dan heel vervelend worden. Iedere keer als je naar voren kijkt, dan heeft wel een gevoel dat je in je gezicht krijgt. Dat is. Een open water zwemmen? Ik ben ooit ook begonnen gewoon in het zwembad. En toen wilde ik me kwalificeren voor de EEK in het zwembad. Dat heb ik toen niet gehaald. Maar toen was er wel een traject om naar het EEK open water te gaan. En daar ben ik toen ingegaan. En toen moest je eerst wat wedstrijden zijn in Nederland. Dat beviel me wel. Dat ging heel goed. Toen mocht ik EEK zwemmen in Hoorn. 5 kilometer. En ging niet zo goed. Ik ben 26ste geworden. Maar gelukkig, ik was nog niet de oudste leeftijd. Dus toen ben ik naar Eindhoven verhuisd. Toen ben ik veel meer gaan trainen. En het jaar daarna was ik derde geworden. En toen dacht ik, oké, dat wil ik echt gaan doen. En toen ben ik ook gaan kijken of ik dan de Olympische 10 kilometer, of dat mij bevalt en of ik dat kon. En daar ben ik langzaam steeds beter in geworden. Ja, nu zijn we hier. deze training was 10,2. Ik train gemiddeld zo'n 75 kilometer in de week. Deze week iets minder, ik doe 65. Want we hebben niet morgen, maar de dinsdag erop gaan we naar de Seychelles voor een World Cup. Dus we zijn een klein beetje aan het afbouwen nu. Maar we hebben dit jaar ook trainingsweek gedraaid van 90. 95 kilometer. Dus. Kom, wij zijn al vast 2 kilometer in de training kunnen. En buiten ook? Hè? Vanaf wanneer ga je naar buiten trainen? In Nederland niet zoveel. Nee, nee, maar juist omdat wij zoveel trainen. We trainen 10 keer per week. Je zit gewoon heel laag en je wordt snel ziek, je bent snel vatbaar. En als je dan in koud water met de wind en alles, is niet heel handig. En daarbij, vorig jaar heb ik het wel wat meer gedaan, want toen hadden we ons piekmoment in Glasgow en daar zit het zelf ook koud. Dus dat willen we een beetje op voorbereiden. Maar nu gaan we juist naar Zuid-Korea en daar is het weer warm. Dus dan wil je niet jezelf voorbereiden op koude temperaturen en dan juist naar warm gaan. Dus we zijn nu heel vervelend, we zijn wat vaker op trainingskamp geweest. Dus we zijn 2 weken in Singapore geweest bijvoorbeeld. En daar is het dan gewoon 30 graden water en 30 graden lucht. Dus dat is dan. Lekker wat aan de ene kant. Ja, het is lekker om erin te gaan, maar als je dan nog 10 kilometer moet zwemmen, dan. Ja. Ja. Maar wel beter dan de regen in Nederland.
ik heb het al moeilijk als het 20 graden, 28 graden is in het zwembad. Ja. Ja, oké. Okay, ja, okay. Vind je het warm? Ja. Nee, maar dan doen we dus ook wegen van tevoren en daarna. En dan zie je gewoon dat je superveel vocht verliest. We zijn dan 2,5 uur aan het trainen. Ja. En dan verlies je gewoon zo 3 liter vocht. Dus ja, dan drink je misschien nog 2 bidons, maar dan gewoon nog steeds een kilo af. Maar tijdens 10 kilometer zelf, dan, ja, dan liggen wij heel erg in de peloton. Dus dan ben je veel meer bezig met. Waar lig ik nu in de groep? Wie ligt er voor me? Wie ligt er achter me? En, herken je ze? Ja, zeker de belangrijke. De belangrijke mensen, ja. Inderdaad. Mensen die voornamelijk vooraan finishen, die kom je overal ter wereld kom je ook tegen. Dus je weet hoe ze zwemmen, je weet wat voor band mensen op hebben. Je weet over het algemeen ook wel welke nummers ze hebben. Ja. Dus dan, ja. Waar ze sterk in zijn. Ja, waar ze sterk in zijn. Dus van, oké, diegene is goed in de eindsprint. Dus, als we dan in de eindsprint zitten, willen we losliggen. Of, ja. Die is juist heel goed in het laatste rondje hard te zwemmen in zijn eentje. Als hij loskomt, kom ik er nooit meer bij. Ja. Dat zijn gewoon dingen waarmee je een beetje aan het rekenen bent van waar kan ik het best gaan liggen. En... Weet je, vorig jaar heeft dus Esmeralda en Joyce de eerste open waterwedstrijd mogen zwemmen. Ja. Toen was het probleem een beetje dat Esmeralda op een gegeven moment te ver voor lag en Joyce kwam niet door de menigte heen. En ze mogen maar 10 seconden van elkaar. Dus wat ga je doen als je vast ligt? Maar je mag niet samenwerken, toch? Nee. Je moet achter haar blijven. Ja. Wat handig is sowieso van tevoren misschien een beetje af te spreken van oké, we proberen een beetje aan de linkerkant of de rechterkant van de groep te blijven. Ja, dat wordt niet afgesproken. Dus sowieso dat je... We hebben heel veel geleerd. Dat is de eerste keer. Dat is toch belangrijk. Dus sowieso een beetje dat je weet waar je moet zoeken. Want je hebt in het open water niet even rustig de tijd om alle kanten op te kijken van oké, waar ligt ze nou eigenlijk? Ja. En dan kan je natuurlijk ervoor kiezen om een omvallende badmuts op te doen of iets. Herkenbaar bent. Dat je makkelijk herkenbaar bent voor haar. En die start is ook heel belangrijk, klopt. Ja, maar daar krijg zij al gelijk een klap van een van de medezwemmers. Ik heb wel eens begrepen dat ze ook zwemmers zijn of zo. Hoe ze starten bij open water? Ik kan me voorstellen bij 2 kilometer dat het wel belangrijk is. Wij hebben 5 kilometer van onze kortste afstand, dan is dat ook echt wel belangrijker waar je ligt meteen aan de start. Maar ik doe 10 kilometer en ik spring er meestal gewoon achter de rest aan als zij erin zijn gesprongen, omdat het eerste rondje toch niet zo heel veel uitmaakt. Bij Oosterfleet Radio? Ja, bij Düsseldorf. Zeg maar, in principe, als wij met 50 mensen starten ongeveer, dan starten we vaak vanaf het water, vanaf de kant. En als we met meer zijn, is het vaak in het water. Maar bijvoorbeeld in Rio hadden ze een startponton en dat is een paar dagen voor de race was aangespoeld. Dus zijn we ook gewoon vanuit het water gestart. Oké. Maar dat moet niet heel veel uitmaken. Het is gewoon handig als je daarin ook iets afspreekt van jij weet, ik wil graag hard afgaan, zodat ik meteen een beetje bij de kopgroep lig. Het is wel handig als zij dat ook weet. Dat zij niet helemaal kunnen. We kunnen rustig beginnen en dan kijken we hoe het gaat. Dat je dan begin dan met dezelfde mindset. En als je weet van oké, haar tactiek is om iedere bocht een beetje de binnenkant te pakken, dan kan zij dat ook lekker doen. Ik heb wel lekker nog eens een stunt op gedaan. Ja, maar we hebben het wel leuk. Ja, dat is toch wel leuk. Sorry. Die is... Oh, wacht. Mag je die vrij nog uitstellen? Ja. 147. Bovenbeen. 40. Lengte ongeveer? Ik ga eventjes hier tegenaan staan. Nee, 1,42. 1,42. Ben je gelukt? Yes. 49. Mag je... Heb je al terugstappen? Ja. Mag niet weten. Oké. Mag je me hier vasthouden?
Ja, ik heb hem. Top. Je weet er precies in 62. Klopt. Ja. Wat heb je nu? Als je hebt nu nog nooit een wedstrijd gehad? Jawel, maar dat was na 130 minuten. Dus dat is nog heel erg. Oké, nou de laatste keer dat jullie ons zagen waren bij Vera Weerman. Dat was super gaaf, we hebben heel veel geleerd. En nu staan we weer in Westvoort bij ons eigen zwembad. En dit is heel gaaf jongens, het reflecteert gewoon. En de badpakken zijn zo mooi, die zijn gemaakt. Nou gemaakt, op maat zijn gemaakt. En nu gaan we erin zwemmen. Dus laat maar gaan, want het zit erg strak. Ik geef de camera aan mama en die gaat filmen. Ik ben bezig met deze video aan het editen en ik zie dat Joyce denk ik nog geen outro had gemaakt. Maar nu moet ik zeggen dat we best wel moe waren van die dag. Nou, niet echt moe, maar het was meer van, het was heel bijzonder en daarvan moesten we even bijkomen. Dus vandaar dat ik de outro alleen doe. Maar ik vond het een super bijzondere dag. Gewoon hoe onze open waterheld kon ontmoeten. En dus super bedankt Arena en super bedankt Robsport dat we bij jullie welkom waren. We zijn super blij met de badpakken, dat kon jullie ook wel zien. Die hebben we gelijk geoefend, helemaal gelijk geshowt. En Ver Weerman bedankt voor je tijd. Voor dat we al je, of tenminste, ja, dat we alles van je mochten weten, wat we vroegen natuurlijk. En het was heel erg leerzaam om van je training te kijken. Maar allergrootste wie ik wil bedanken is Paul Leeuw en het programma Paul Bakt Uit. Want zonder jullie had ik Joyce niet zo kunnen bedanken. Want wat ik ook al tegen Verre Weerman zei, dus ja, ik kan Joyce natuurlijk wel gewoon dankjewel zeggen, een bloemetje geven. Maar dat blijft niet zo bij als zo mooie herinneringen als die we nu hebben. Dus ik wil jullie heel erg bedanken. Dank u wel voor alles. En jullie zie ik weer volgende week of wanneer er ook video online komt. Want ik probeer nu om de 2 weken te uploaden. Dus hou mijn kanaal in de gaten. Zet een notificatiebelletje aan als je het leuk vindt. En vergeet niet te abonneren. Vond je deze video nou nog leuker dan leuk? Doe dan een dikke duim omhoog. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!